U bent vandaag in de kleinste gemeente in Zuid-Holland geweest. Hoe is Zoeterwouden? De kleinste gemeente van Zuid-Holland. En op deze prachtige dag ligt het er allemaal heel mooi bij. Het was een mooi bezoek. En waar heeft u het over gehad? Over hoe het gaat in Zoeterwouden. Dat is altijd: hoe gaat het met woningbouw? Hoe gaat het met uh, financiën? Hoe gaat het met uh, de samenleving in Zoeterwouden? Hoe gaat het met de samenwerking in de regio? Ik heb een mooi gesprek gehad met het college van BNW over deze zaken. Ik heb een mooie kennismaking gehad met vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties. En ik heb net een heel aangenaam gesprek gehad met, uh, met uh, de raad. Dus het was echt weer een mooi bezoek. Ja. Uh, u zei het al, samenwerking in de regio. Uh, toen burgemeester Fred van Tricht burgemeester werd, heeft u ook benadrukt dat dat beter moest. Gaat het beter? Ik heb het indruk van Ik heb een paar goede uh, dingen gehoord. Het blijft natuurlijk altijd een... Een thema wat besproken wordt en moet worden en waar ontwikkeling in zit. En, uh, nou ja, goed, we hebben er vanmiddag uitgebreid bij stilgestaan en ik heb geen reden om daar nu op dit moment heel ontevreden over te zijn. Nou, uh, uh, horen we in de regio steeds vaker toch zorgen over de zelfstandigheid van Zoeterwouden? Is die zorg terecht? Is er iets veranderd? Uh, kijk, wat ik er altijd over zeg: als wij met elkaar ervoor gekozen hebben om verantwoordelijkheden heel erg veel en zwaar op lokaal niveau neer te leggen, dan heeft het gevolgen voor de draagkracht van een lokale gemeente. En je ziet dus ook gewoon dat je heel veel dan vormen van samenwerking moet gaan ontwikkelen, waarvan je soms moet afvragen van, ja, uh, ga ik er dan nog over? Dus het is een balans die we met elkaar zoeken. En ik ben zelf helemaal niet van groot, groot, grootst. Ik zeg alleen hoor, je moet je wel realiseren hoe je die verantwoordelijkheden dan, die op lokaal niveau zijn neergelegd, op een goede manier belegt. En dat je zorgt dat je dat zo organiseert dat mensen daar ook uh, op de juiste manier de vruchten van kunnen plukken. Dus het zou zomaar kunnen dat Soeterwoude over twintig jaar nog steeds zelfstandig is? Nou ja, dat weet ik niet. Dus ik, ik heb nu geen reden om daar van alles nog wat over te gaan roepen. Ik zeg alleen wel, hoor eens, de Leidse regio vraagt om voortdurend met elkaar de, de samenwerking te zoeken. En ik heb al steeds gezegd, hoor eens, je zult met elkaar moeten bepalen wat er uiteindelijk uitkomt. Ik snap de, de, de wens en de, het verlangen naar de zelfstandigheid. En ik heb ook vandaag daar... ...heb ik geen reden gehad om daar anders over te denken. Maar weet u wat u over twintig jaar doet? Uh, burgemeester, vandaag hoog bezoek. Jaap Smit was op bezoek. Wat heeft u hem laten zien? Wij hebben hem vooral de trots van Zoeterwoude laten zien en laten merken. Ik uh, denk dat dat belangrijk was. En ik denk dat hij dat ook gevoeld heeft. Wat heeft u hem dan laten zien? Waar bent u zo trots op? Nou ja, we zijn al begonnen om hem uit te nodigen in een vergaderkamer bij Emmaus... Uh, omdat dat een stuk Zoeterwoude is, in, in dorpen in ieder geval, waar heel veel gebeurd is. Om te laten zien, kijk eens uh, waar Zoeterwoude sterk in is. Uh, en tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook verteld dat er ook in Rijndijk heel veel gebeurt. Maar we wilden hem ook vooral laten zien dat er ook fysiek iets, uh, iets gebeurt. En uh, vandaar dat we in Emmaus zijn, uh, zijn begonnen. Nou, vertelde Jaap Smit dat hij tevreden is over de samenwerking in de regio die Zoeterwoude doet. Uh, heeft hij ook u nog een aanvullende opdracht gegeven? Nee. Hij heeft geen aanvullende opdracht gegeven. Kijk, de commissaris, en, en dat is wat hij altijd uitdraagt, vindt dat de regio zo maximaal mogelijk moet presteren. Uh, wij hebben vandaag verteld dat wij de regio ook heel erg belangrijk vinden. Dat is een, is een voorwaarde voor onze zelfstandigheid. Dat wij daar dus ook enthousiast en met kennis van zaken aan, aan deelnemen. En dat wij dat ook zullen blijven doen. En als er andere onderwerpen zijn waar die samenwerking nog meer gevraagd wordt, dan zullen wij dat als Zoeterwoude zelf doen. Uh, dus in die zin hoeft hij ons ook niet te stimuleren. En denk ik dat de commissaris ook weet dat wij ons deel daarin nemen. En de zelfstandigheid van Zoeterwoude, heeft u het daarover gehad? Nou... Niet zozeer het onderwerp heel sec zo. Maar natuurlijk hebben we het over alle opgaven gehad die er op gemeenten en dus ook op Soeterwoude uh, aankomen. De drie decentralisaties die we al hebben gekregen, de maatschappelijke zorg die op ons afkomt, de omgevingswet. En Dat zijn hele grote vraagstukken. Dus je zult continu als gemeente moeten kijken uh, hoe kunnen we die het, het hoofd bieden. En ik heb het net bij de fractievoorzitters ook gehoord. Ik heb het een van de fractievoorzitters horen zeggen, op het moment dat wij tot de conclusie komen we redden het gewoon niet meer, we trekken het zelf niet meer, dan zullen we zelf of ook op de bel druk, om het zo maar te zeggen. En dat zullen we continu in de gaten houden.